Huh? Wat heb je gebouwd? Wow! Oh, dit is een schedel! Ja! Hier kan ik een keer mijn eigen mine maken. Ik heb letterlijk nog geen plek, jongens, waar mijn mine staat. Zo, dan is in ieder geval heel deze mine rails. Oh, wat ziet dit er lijp uit, jongens? Oh, maar deze ziet er echt gewoon een stuk leuker uit dan ik had gedacht dat het zou zijn. En dan denk ik dat het gewoon af is, jongens. Dan heb ik gewoon een mine rails gecreëerd hier van boven naar beneden. Vanuit het dorpje. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag! Jongens, vandaag heb ik de hik. Ik word er helemaal gek van. Ik heb al zo'n, laten we zeggen, 25, 26 uur lang de hik. Volgens mij al lang. Nee, al langer. Het is nu gewoon 5:10. En ik heb sinds gisteren rond 12 uur de hik. Alsjeblieft, help me. Nee, maar welkom. Leuk jullie allemaal zijn. Ik sta hier in mijn nieuwe dorpje. Dit gaat echt een hele vervelende aflevering worden als je zeg maar, er niet van houdt. Als iemand... de hik heeft en die is aan het praten, weet je. Alsjeblieft, als je een oplossing weet, laat het in de reacties achter. Ik heb alles al geprobeerd, echt alles voor mijn gevoel. Maar ik heb nog nooit in mijn leven zo lang de hik gehad. Anderhalve dag al. Maar goed, ik sta hier dus in het dorpje en Floor die staat daar. Kijk, daar heb je Floor. Want we gaan even bespreken waar zij haar vakantiehuisje kan bouwen. Want Floor en René die gaan een vakantiehuisje hier bouwen. En die gaan me helpen met het dorpje hier opzetten, zodat ik niet alleen ben. Ik was zo eenzaam in mijn eigen kasteel. Tje, oh, de hik. Maar voordat we beginnen, ik weet niet wat mijn editor nu van gaat maken. Sorry, ik heb de hik. Maar abonneer. Dit betekent abonneren. Echt waar. Dit is gewoon wauw. En we gaan een keertje voor 4000 likes. Want bij 4000 likes haal ik eindelijk een keer de kerstboom weg. Het is februari en de kerstboom staat nog steeds. Ik ben al niet uitgekikt, maar we kunnen wel bespreken waar we dingen gaan bouwen. Waar we je huisje gaan bouwen. Want hoeveel ruimte heb je nodig, denk je? Ja, ik denk dus best wel veel. Je hebt best wel veel ruimte nodig. Laat ik zeggen. Ja, als er nog een... tuin eromheen gaan maken. Ja, oké. Dan zeg maar, zorg dat dit ongeveer het middelpunt is van hier. Mag je hem ongeveer wel bouwen. Dan heb je denk ik wel genoeg, toch? Als dit het middelpunt is. Ja, dan ga je deze weg zo... ja, klopt. En dat hij dan in de lengte... dit is de lengte van je huis, weet je? Dit zo. Ja. Ja? Nou, dat moet genoeg zijn, hoor. Dan kan je de boom maken die hier in de buurt staan, voor die in de weg staan, bedoel ik. Maar, ja, als je hout nodig hebt, hak dan wel het liefst zo ver mogelijk weg hier vandaan, zodat het bos niet verpest wordt. Ja, precies, ja. Ja? Dat niks blijft. Nee, oké, prima. En dan ga ik verder met dit huis in de tussentijd en dan kijk maar of je vast wil beginnen of dat je zegt, ik wacht nog even. Ik ga alvast beginnen. Ik moet alleen even kijken wat ik thuis heb. Hier allemaal. Dan gaan we het af is, gaan we ook... Oh, nou, dat mag je houden, joh. Stond alles wat je hiervoor hakt en plaatst, mag je gewoon houden, joh. Oké, okay, maar we gaan ook een pad dan maken naar de jungle daar. Omdat aangezien dat best wel dichtbij is vanaf hier. Welke kant is dat? Op die kant? Daar, ja. Als je nu gewoon die kant op loopt, ben je volgens mij sneller dan dat je via de netherportal gaat. Echt? Ik zei dus tegen René, zo'n pad maakt, zei ze, nee, dat is wat ver. Hey, kijk, wacht, volg mij. Hier, als je gewoon altijd al gelijk de deze kant op gaat. Ja, ik ga ook altijd via de nether, maar volgens mij is het gewoon echt dichtbij via hier. Oh, ik heb iets heel gaafs gebouwd. Nou, ja, die muur, ik heb je muur al gezien. Nee, nog iets veel gaver. Oh, het is hier al, joh. Ik zie beneden de draak al. Nou, kijk, hier. Het is helemaal niet ver. Het is toch niet ver, dit? Nee, ik dacht dat het veel verder was. Nee, ze wonen echt heel dicht bij elkaar. Oh, echt zo. Moet je komen kijken. Het is wel aan de andere kant. Is een apparaat wat mijn hik weghaalt? Misschien. Misschien schrik je ervan. Misschien schrik ik. Ja, kan je me even laten schrikken? Dat gaat denk ik niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken, nee. Huh? Hij moet wel van de andere kant kijken. Wat heb je gebouwd? Wow! Huh? Oh, dit is een schedel! Wow, ja, wat lijp! Wow, dit vind ik echt heel gaaf. Je hebt gewoon een schedel gebouwd. Oh my days, ja, dat vind ik echt heel cool. Nee, en ook de omgeving. Ik twijfel dat we hier gingen bouwen. Ja, dit is echt heel sick. Ik vind het ook leuk dat je die muurtjes hebt. Nu heb je een soort plekje gewoon echt voor jezelf. Hij is echt heel cool, dit schedel. Ook gewoon die ribben soort van hier, die nek, weet je. Ja, dat is lijp. Ja, maar misschien vind je het eng genoeg dat je hik weg is. Nee, helaas niet. Oh. Dan zie ik je zo even schijn. Ik ga ook intussen even bouwen. Jongens, ik heb een leuke challenge voor jullie. Wij gaan de Kogum Challenge. Reageer even. Hoe vaak ik gehikt heb deze aflevering. Ik ben benieuwd of mensen het accuraat gaan hebben. Of mensen het goed gaan daadwerkelijk gaan tellen. En het dan gewoon reageren. Max, jij hebt ongeveer zo'n 36 keer gehikt deze aflevering. Weet je, dat gaan er echt veel meer zijn dan 36. Maar goed, laten we dit huisje even afmaken, jongens. Want als Floor hier komt wonen, wil ik niet dat er een onafgemaakt huis staat, natuurlijk. Dus laat ik deze even snel afmaken. Misschien nog wat details aan de tuin toevoegen. En dan dikke prima. Mijn cobblestone die is op. Dus ik ben op deze creatieve manier meer cobblestone bij elkaar aan het rapen. In plaats van dat ik nou ga minen, ga ik gewoon al normaal steen opnieuw hakken. En dan wordt het weer cobblestone. Altijd de creatieve manieren denken, jongens. Kijk, Floor is ook al begonnen aan haar huis. Dat vind ik leuk, dat we hier nu gewoon eigenlijk samen aan het bouwen zijn.
Alright, jongens. Hij is van buiten eigenlijk af. Ik ben er oprecht heel tevreden mee als je er nu naar kijkt zo. Laten we van afstand zien. Kijk, dit ziet er toch leuk uit. Ik heb gewoon wat detailtjes toegevoegd hier en daar. Wat buttons nog, de ramen erin gedaan. Het dak nog even wat extra details gegeven. En zo dan op deze manier ben ik er echt tevreden mee. Van binnen is hij nog niet helemaal af. Floor is ook begonnen. Ik weet niet wat ze precies gaat bouwen. Maar Floor kennen, dan wordt het vast leuk. Het wordt in ieder geval een stuk groter dan mijn huis. Kijk maar, als je het ziet, de vorm die ze hier aan bouwen is... Dat is wel even een stukje groter. Imagine dit huis hier, dat huis daar. Het kasteel op de achtergrond. Eindelijk nu als ik daar in mijn slaapkamertje sta, heb ik gewoon uitzicht op wat leuks. Van binnen heb ik nog niet zoveel veranderd. Zoals ik al zei, ik heb gewoon een plafonnetje erin gedouwd. Hier ook een plafonnetje. Een trappetje naar de tweede verdieping. En een trapje natuurlijk naar de zolder toe. Degene die hier dan in gaat wonen, die mag wat mij betreft zelf het interieur doen. Daar heb ik niet zelf zo'n zin in om dat nou helemaal te gaan doen. Laat ik in ieder geval vast het pad hier maken richting Floor der huisje. En misschien zelfs al een tweede huisje maken. Dat zou wel leuk zijn, toch? Of een pleintje of zo. In ieder geval wat meer detail. Nou, en dit gras hier en zo, dat ziet er allemaal niet echt heel bijzonder mooi uit. Dus laat ik op zijn minst even het pad een beetje terraformen. Ik denk dat dit wel gewoon prima is als ik het eerst eventjes op de normale manier gewoon helemaal plat wals het pad hier. En dan vanuit daar gewoon de details toe ga voegen. Beetje zoals dit hier. Heel simpel. Hoppakee. Waar is je ingang? Ik wil even weten waar de ingang is. Denk hier ergens. Alright. Nou, dan ga ik er nog niet heen. Specifiek. Maar dan weet ik in ieder geval dat ik hier, kijk, zo er langs ga moeten. Maar in de meanwhile ga ik ook gewoon het pad verder deze kant op laten uitbreiden. Zo, kijk. Dit is beter. Dan loopt het pad gewoon hierheen. Richting haar huis. En dan tegelijkertijd ook gelijk door naar, wie weet, de volgende plek. Of de jungle. Ah, dat het gelijk een pad door is naar de jungle. Dan de vloer. Zo, of de trappetjes. Zodat je niet hoeft te springen tijdens het lopen. Dat is namelijk echt vreselijk. Je wil altijd gewoon in Minecraft in één keer door kunnen lopen. Dan doen we vast wat bordjes zo. Of hekjes aan de zijkant. Zodat je gewoon niet afdwaalt. Maar niet helemaal vol plaatsen met hekjes. Hè. Gewoon hier en daar af en toe een hekje zoals dit. Want er moet nog genoeg ruimte zijn natuurlijk voor de leaves. Kijk, en die sluiten het pad al helemaal netjes af. Althans, dat vind ik altijd. Zo, kijk, en dan kan je hier in de meanwhile... Je kan er tussendoor vallen de cliff in. Maar misschien maak ik hier wel gewoon... Ja, hier kan ik een keer mijn eigen mine maken. Ik heb letterlijk nog geen plek, jongens, waar mijn mine staat. Ik ga altijd maar gewoon naar random plekken. Maar misschien kan ik hier een keer mijn officiële mine maken. Hoe leuk zou dat zijn? Oké, laat ik dan even wat bone meal pakken. Oh, zeg maar dat ik bone meal hier heb liggen... en dat ik daarvoor niet helemaal naar mijn kasteel toe moet. Als je wacht. Ik moet helemaal naar mijn kasteel toe, man. Dan is het ook tijd om binnenkort de windmolen te maken met de farm erbij. Want dan kan ik eindelijk een keertje mijn eigen brood maken. Kijk, het eten voor de rest, dat koop ik altijd wel gewoon op het winkeleiland. De steak en de weet ik veel wat, de aardappelen. Maar als ik nou mijn eigen tarwe heb, of gewoon wheat met brood... dan kan ik de villagers voortaan gewoon wat makkelijker breeden. Ik ben altijd gewoon schaars... daarmee. Normaal stond het hier, maar ja, dat heb ik nu natuurlijk weggehaald. Oké, hier, bone meal. Oh, wat een verbetering gelijk, hé. Jongens, ik blijf het zeggen, bone meal is zo belangrijk. Altijd overal bone meal gebruiken. Dat moet. Dus je wordt verplicht om mij gewoon om dat te doen. Laat ik dan wat core sturt overal tussendoor plaatsen. Heb ik hier ook nog niet gedaan in het pad. Core sturt maakt het gewoon net wat affer. Iets meer detail voegt dat gewoon toe. Het is gewoon dirt dat niet meer gras kan worden. Voegen we ook nog wat hout tussendoor toe. Wat hout, ik weet niet waarom, maar ik blijf dat gewoon een mooi blok vinden in het pad ook. Past er gewoon leuk bij. Kijk, zo. Hoppakee. En dan hier ook nog een houtje. Zo. Dan moet er nog wat van dat mossy stone zo tussen. En wat mis ik dan nog? Voor mijn gevoel mis ik dan nog iets. Nee, dat is het. Als ik dat stone en cobblestone ertussen doe nog, daar, dan is het pad gewoon compleet. Maar ja, daarvoor moet ik even wat mos gaan regelen. Ik denk dat ik dat wel hier in caves kan vinden, toch? Ik denk dat ik daarvoor naar een andere cave moet. Kijk, want ik weet toevallig, jongens. Kijk, hier staat al een mosblokje. Ik weet dat ik hier wel wat mos kan vinden. Als ik het nog niet allemaal heb gehakt. Nee, joh. Kijk, top. Ja, dit is mooi. Dit kan ik gelijk mooi gebruiken voor al die blokken. Want die heb ik nodig om... Kijk, hiermee kan je mossy cobblestone en mossy stone bricks maken. En dat is dus wat ik zojuist zeg. Precies wat ik nodig heb. Nou, 45 zal wel genoeg zijn voor nu. Ik weet dat je er maar één nodig hebt. En daarmee eigenlijk gelijk oneindig veel mosblokken kan maken. Volgens mij doe je dat letterlijk op deze manier zo. En dan bone meal erop. Ja, hier. Kijk, dan heb je oneindig veel mosblokken. Dus ik weet niet wat ik moeilijk doe. Zo, nu had ik in één keer anderhalve stack. Dus we hebben genoeg voor nu. Hier, 49 mossy cobblestone. En 42 normale stone bricks. En althans normale ook mossy. Die gaan wij eens eventjes lekker overal tussen plaatsen. Dan maken we er nog wat slabs van. En van hier ook wat slabs. Want die zijn natuurlijk veel mooier dan dit soort normale slabs. Hier, kijk, dat geeft toch veel meer detail, jongens. Om daar ook gewoon leuk een beetje van die mossy dingen tussen te doen. Ja, absoluut. Ah, kijk, Floor de deur is inderdaad hier. Dus laat ik dan ook gewoon het pad zo verder naar de naartoe maken. En dan daar ook gelijk weer even wat details in doen voor de. Zo, dan zou ik zeggen dat het pad weer compleet is. En dat ik weer heel blij daarmee ben. Natuurlijk. Kijk wat een verschil het hier gewoon is. Oh, wat een
dorpje. Wat een dorpje ontstaat er hier, jongens. Ik heb wat een leuk idee wat ik hier wil maken, jongens. Ik ga het ook gewoon gelijk doen. Ik ga hier gewoon een minecart systeem naar beneden maken. Met een kistje erbij. En dat eindigt gewoon in de mine. Dan hoef je niet de hele tijd heen en weer te lopen. Dan heb je gewoon een leuk systeempje. Dan is dit het stationnetje. Dan kan hier de kist en hier gewoon al de mine rails. En die stuurt je gelijk naar beneden. Dus dan heb ik eigenlijk gewoon een pad zoals dit nodig. En ik hou niet van dat het een beetje dikker gaat zijn. Maar ik ga het proberen heel... clean te maken, jongens. Maak je geen zorgen. Ik ga echt mijn best doen om het gewoon zo mooi mogelijk te maken. Kijk, jongens, ik heb al een goed beginnetje eraan gemaakt. Ik ga nu even mine rails meenemen, omdat ik me wat afvraag. Want ik kan natuurlijk dit doen. Maar ik vraag me af of ik deze bocht kan maken. Ja, dat dacht ik al. En ik heb het al helemaal daarheen gebouwd. Oh, jongens. Waarom doen jullie dat nou? Jullie wisten het en jullie zeggen niks. Jongen, jongen, dan moet ik hem extra lang maken. Want dan is het als het goed is wel gewoon mogelijk. Ja, kijk. En jullie maar niks zeggen tegen mij, hè. Oké, eindbestemming is bereikt. En dat is namelijk hier beneden bij dit water. En daar kan ik niet verder. Dus wat denk ik mijn plan is om hier het stationnetje te maken. Met een aantal kisten, wat pickaxe, wie weet gewoon wat furnaces, zodat ik wat kan verbranden hier. En dan vanaf hier ga ik gewoon een soort stijger daarheen maken, dat ik over het water hier moet lopen. En dan daar een zieke trap naar beneden. Hoe leuk gaat dat zijn, jongens? Oké, maar goed, laat ik dan eerst nu even dit mooi maken, want nu is het gewoon een houten lijn en dat ziet er natuurlijk niet uit. Dan gaan we er nu zo stairs onder plaatsen, waardoor het een beetje mooier eruit ziet al. Kijk, dat geeft het al iets meer vorm. Zo, dan is dat ook weer gedaan. Dan doen we af en toe een slepje eronder om het een beetje een ander gevoel te geven. Het is jammer dat je niet details hieronder kan plaatsen nu. Kijk, want zoals je ziet, dit ziet er nu gewoon echt met blokken uit. En dat kan je gewoon nooit aanpassen. Omdat anders gaan die mine rails er natuurlijk niet meer op. Goed, dan gaan we nu wat details eraan plaatsen, waardoor je wat steunpilaren heeft. Kan natuurlijk niet dat hij vliegt. Dat is niet echt de bedoeling. Dan zijn we nu bezig met de pilaren. En die wil ik gewoon van fences doen. Want dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij. Dat je dat gewoon van fences laat doen. En ik denk dat ik het gewoon even simpel naar beneden rechtstreeks doe. Kan ook wel leuk met kronkels gaan werken. En weet ik wat allemaal. Maar dat ga je toch bijna nooit zien dit. Want 9 van de 10 keer zit je op de minecart. En niet eronder. En ik denk dat ik ook daar niet genoeg fences voor ga hebben. Omdat dat me ook echt te veel hout gaat kosten. Zo, maar we hebben in ieder geval de eerste naar beneden. Dan die daar. Bij elk houtpuntje doe ik gewoon wat fences. Naar beneden. En dan misschien hier aan het uiteinde wel dit zo, weet je? Om het een beetje vast te zetten. Oh, mijn vensters zijn nu al op, jongens. Dat is zo... Oh, nee. Nee. Dat gaat me echt veel te veel hout kosten, denk ik. Oeh, ik ga even kijken tot hoe verder dit gaat lukken. Even kijken, hoeveel vensters kunnen we maken? Nou, toch bijna weer 2 stekken. En jezus, wat zit mijn inventory weer vol, hé. Ik heb zoveel troep bij me. Ik heb denk ik nog wel meer nodig dan dit, overigens. Kijk, nu hebben we wel genoeg vensters. Hier moeten we wel mee doorkomen, denk ik. Hoppakee, dan deze ook helemaal naar beneden. En hier is het gelukkig niet zo... Hoe mis ik dit? Hoe voorkomt mij dit gewoon? Dat ik het ernaast plaats. Nee, maar hier is het gelukkig niet zo diep, jongens. Dus dat scheelt al een heleboel. Ik moet overigens ook nog lanterns maken, jongens. Want het is nog veel te donker hier beneden. En zoals je ziet, spannen er overal beesten. En ik heb geen zin, zoals hier, dat ze omhoog komen lopen via mijn mine rails. Of weet ik veel wat. En dat er dan creepers mijn stadje in komen. No, 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 no. Daar heb ik geen zin in. Dus we gaan het hier ook nog even belichten. Dan trapdoors aan de zijkant hier overal voor de details natuurlijk. Anders ziet het er een beetje afgezaagd uit. En dat wil je niet. Het ziet er letterlijk afgezaagd uit. Kijk maar op deze manier. Dubbele betekenis. Nou, en dan is het denk ik wel mooi. Misschien dat er nog wat extra details in kunnen. Maar ik twijfel zoals bijvoorbeeld beginnend met een wall in plaats van hout. Nou, dat is eigenlijk nog best wel leuk als ik het zo zie. Of juist andersom. Zo, en dan onderop het steen. Kijk, zoals dit. Is dit niet leuk? Ik denk dat dit eigenlijk nog wel leuker is. Dan heb je een soort fundering onderop. Ja, laat ik dat doen. Dat past er wel bij. Geeft het een soort mooie fundering. Ja, dit was een goede keuze. Misschien omdat hij hier wat hoger wordt, zelfs zoals dit. En dan hier 3. Zodat het een beetje logisch met de lengte. Hoe hoger dit is, hoe hoger de fundering ook daadwerkelijk is. Kijken, klopt dit? Oh, dit klopt serieus nog voor je gevoel. Ja, kijk, hoe hoger het is, hoe hoger die fundering ook moet. Oh, eigenlijk wil ik trapdoors aan de zijkant overal hebben. Maar daar heb ik gewoon helemaal niet genoeg hout voor. Ik zal het wel afmaken, hoor. Maar ja, het hout is er niet, dus dan skippen we het maar. Alright, laten we even wat lanterns pakken. Hier trouwens, voordat we die lanterns pakken, even wat slabs op. Want dan krijg je een beetje een diepte of een dikte gevoel. In plaats van dat het zo'n dunne paaltjes allemaal zijn. Als ik überhaupt genoeg heb. Nee, dat heb ik niet. Natuurlijk heb ik weer niet genoeg. Het zal weer eens niet. Oeh, mijn ijzer is op. Oei, 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 oei. Dit is een probleem, jongens. Dit is een heel groot probleem waar wij ons in bevinden. Wacht, trouwens. Volgens mij heb ik in mijn livestream, jongens, laatst... heb ik hier heel veel ijzer gemined. En dat heb ik hier in een furnace gedaan. Waar dan overigens ook levels in zaten. Dus laat ik die levels claimen voor mijn ex. Want die is bijna stuk. Ja, jezus, kijk mijn ex. Oh, my days, hij is bijna helemaal weer heel. Oh, jongens, als je afvraagt wat de fuck ik aan het doen ben... kijk even hoeveel koper ik hier gesmolten heb. Ik heb al dat koper gesmolten... zodat ik daar nieuwe levels uit kon krijgen... Oh my days. Mijn ex is gewoon weer bijna heel. Laten we dat ook even doen met mijn Justin jagen. Met mijn shuffle. Kijk, let op, hè.
Oh, maar deze. Ja, helemaal top. Dit is iets minder erbij, maar alsnog top. En kijk, daar hebben we ook nieuw ijzer zitten. Plaatsen we de furnace weer terug. Kool er even in. Nou, dit laat ik even liggen, dat koper. Dat boeit me niet zoveel op het moment. Maar ik heb wel weer al 2 stack ijzer erbij. Heb ik gewoon afgelopen keer in mijn livestream heb ik dat gehakt. Oh, mijn eten is ook weer op. Hopelijk heb ik nog wat in mijn endertjes zitten dat ik gekocht heb. Ja, hier. Stack cooked mutton. Niks aan de hand, jongens. Maar laat ik dan even deze, hoppakee, zo doen. En dan... Biem. En dan nog even wat toortjes pakken hier. En die ook allemaal omzetten. Zo, dan heb ik weer een stack lanterns. Alsof het niks is. En best wel wat ijzer. Nou, dan gaan we die lanterns eens even lekker door het dorpje plaatsen. Want ik heb daar eigenlijk alleen nog maar toortjes staan, hè, jongens. Jullie weten het, hè. Toortjes is niet echt the way to go. Ik kan maar beter lanterns gebruiken. Want die zijn natuurlijk gewoon een best wel een stukje mooier. Kijk, vanaf hier wordt het namelijk in één keer donker. Dus dan doen we zo. Doen we die hier ook nog eentje. Hoppakee. Hier is een perfecte plek. Dit is een mooie plek. Oh, die erachter weg. Auw, waarom altijd? Toortjes mogen dan ook weg hier. Want dat ziet er ook niet echt heel top uit. Zoals ik al eerder aangaf. Oeh, kijk. Ja, dat is leuk. Dat ga ik op meerdere plekken fixen. Laat ik dat ook even hieronder doen. Zoals dit. Op het verre uiteinde. En dat is dan hier. En dan ook op deze hoek natuurlijk. Hier en hier. Dan is het huis. Het huis was nog niet eens belicht, bedenk ik me nu van buiten. Er was letterlijk nog nul belichting. Maar dat probleem is nu opgelost. Hallo? Ach, kijk. Parcours. Opgelost. Hoppakee. En dan klimmen we zo het dak op. Zodat we hier ook de laatste plop. Hoppakee kunnen doen. Hoe ziet dat eruit? Oh, dat ziet er gezellig uit, hé. Wow, wat ziet dat er leuk uit, die belichting erop. Dat miste gewoon nog al die tijd. Dan nog even wat lanterns hier en daar. Nou, bij Floor der Huis komt het allemaal nog wel, jongens. De lanterns, dat moet eerst nog af zijn. Ze is wel ver. Inmiddels is Floor offline. Maar ze is best wel een stukje opgeschoten. Ze heeft echt al een goed gedeelte gebouwd. En ze heeft hier mijn sugarcane farm. Heeft ze gelijk een stukje voor me verplaatst. Althans, ze heeft er volgens mij zelfs gewoon uitgebreid. Dan hebben we nog meer sugarcane. Dan laten we even de lanterns doen, zoals ik al eerder zei. Ik denk dat ik dat dan gewoon zo wil doen. En daaronder dan lantern. Ik denk dat dat wel leuk is. En gewoon nog meer vensters erbij. Dat voegt gewoon die dikte toe. Het moet gewoon een beetje een drukke bult zijn. Dat je denkt van, jezus, wat is het druk hier. Omdat het natuurlijk allemaal van hout is. En het moet een beetje krakkemikkig zelfs eruit zien. Wel stevig, maar toch een beetje een mine gevoel. Net zoals die mines die je gewoon vindt als je daadwerkelijk in Minecraft gaat minen. Zo, dan is in ieder geval heel deze mine rails. Oh, wat ziet dit er lijp uit, jongens. Oh, maar deze, dit ziet er echt gewoon een stuk leuker uit dan ik had gedacht dat het zou zijn. Dan weet ik dat ik hier nog allemaal van die slabs moet plaatsen. Maar ja, daar heb ik niet genoeg hout voor. Dus dan moet ik denk nog even 1 boompje omhakken. En dan kan ik dit wel afmaken. Oh, en ik ben helemaal iets vergeten, jongens. Ik ben helemaal iets vergeten. En dat is een... Oh, ik heb wel genoeg hout. Dat is namelijk dat ze tussendoor natuurlijk nog gewoon powdered rails moeten. Of powered rails heet dat, sorry. Oh, want er zitten al die rails die je hier ziet. Die zijn natuurlijk gewoon... Naar beneden is prima, maar je komt nooit meer omhoog op deze manier. Nou, daar heb ik niet over nagedacht. Daar hebben we wel een oplossing voor. Kom maar goed. Althans, nee, ik heb daar helemaal geen oplossing voor mijn gevoel. Heb jij er nou een oplossing voor? Reageer dat dan eventjes, want ik zit een beetje in de knoei met nu. Hoe ga ik hier nou mooi powered rails tussen doen? Ik kan een redstone blok onder doen, maar dat is niet leuk. Misschien redstone toortjes gewoon daarnaast plaatsen. Ik denk dat dat een beetje de beste optie is die ik heb, hè. Kijk, in ieder geval, de grot hier is nu al gewoon goed belicht. Laat ik daar nog even belichting plaatsen hier. Kijk, gewoon op deze manier. En dan de lamp eraan hangen. En laat ik dan hier ook even belichten gelijk, nu ik toch bezig ben. Gewoon zo min mogelijk mobs die hier nog spannen. Kijk, want het is nu een spin. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Oké, dan is de belichting gedaan. Soort van nog niet helemaal, als ik het zo zie. Ik doe mijn best. Even kijken. Hier doen we er nog eentje. Maar dan vind ik het eigenlijk een beetje gek. Want nu zijn het allemaal gewoon stipjes overal. Zie je hier gewoon nog eentje op de grond zo. Dus laat ik even wat leaves erbij doen. Gewoon wat blaadjes om het een beetje op te vrolijken hier. Dat het iets minder deprimerend eruit ziet allemaal. En misschien gewoon wat hekjes er zo bij, alsof hier al iemand geweest is en die al gebouwd heeft, weet je. Ik dus. Zo, voor nu vind ik het dan wel eventjes prima. Doen we hier nog een torch met een lantern erop. Omdat het donker is, zie ik dat het hier nu ook donker is. Dat is een rare zin. Ik bedoel, omdat het buiten donker is, zie ik dat het hier nu ook donker is. Dat was het net niet. En dan denk ik dat het gewoon af is, jongens. Dan heb ik gewoon een mine rails gecreëerd hier van boven naar beneden. Vanuit het dorpje. Dan hoeven we alleen nog maar daar beneden over een soort piertje te maken. En dan kunnen we daar de mine daadwerkelijk maken. En dan moeten jullie echt even achterlaten wat het leukste is om te maken. Of het mooiste is om te maken. Qua powered rails. Dat het ook gewoon nog goed werkt. Op deze manier kan ik niet naar boven, jongens. Op deze manier gaat het niet werken. Nou, laat ik hem even testen. Vind ik eigenlijk wel leuk. 1, 2, hoppakee! Nou, wat een leuke mine rails, jongens. Je kan net zo goed naar boven lopen. Nou, trouwens, het is wel echt een stukje sneller. Want kijk, je ziet hoe snel ik hier nu beneden was. En als ik nu omhoog ga lopen, hè. Gewoon het lopen daarvan. Kijk hoe traag het
het is. Een waterlift is natuurlijk ten alle tijde het snelst, jongens. Maar een minecart systeem vind ik by far ten alle tijde het leukst. Nou, laat ik de minecart hier plaatsen en dan daarnaast een kistje als het kan. Want daarin komen dan natuurlijk altijd de minecarts te staan. Zo. Nou, dan ziet het er eigenlijk wel prima uit op deze manier zo. Ik ben er tevreden mee. Dan ga ik voor nu deze video afsluiten, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb nog steeds de hik. Hij is wel wat minder geworden, maar hij is er nog steeds. Vond je het nou leuk? Abonneer dan zeker even. We gaan nog steeds voor die 4000 likes. En dan nu spreek je later, glaasje water telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer! Yeah!